President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de controle op winkelprijzen strakker moet. Op een persconferentie gisteren op zijn kabinet zei het staatshoofd dat er een werkgroep zou worden ingesteld om alles eraan te doen om goedkopere producten voor de consument in het land te krijgen. Een issue wat ook speelt, dat is namelijk dat van de hoge prijzen in de winkels, in de supermarkten, de prijzen van de consumptie en andere goederen, waterverkering. Dus dinsdag bij de installatie van ook dat team dat gestructureerd een sociaal programma, een sociaal plan zal uitvoeren. Daar zal een werkgroep zijn die zich specifiek bezig zal houden met de controle van de prijzen in de winkels. En dat de controle effectiever moet. Tweede is namelijk dat er een werkgroep zal zijn om alle mogelijkheden te bekijken voor rechtstreekse importen van bepaalde essentiële goederen om die ook rechtstreeks te distribueren naar de samenleving, zodat de prijzen binnen het bereik terugkomen en de prijzen ook haalbaar zijn, betaalbaar zijn voor de gemiddelde burger. En dat willen we doen. Santokhi stelt dat de nieuwe planning in samenspraak moet geschieden met de importeurs. De gesprekken staan nu op agenda. De president biedt de garantie dat prijzen van de goederen omlaag zullen worden gebracht. Er is een goede inventarisatie gemaakt van wat de factoren zijn die bijdragen tot die hoge prijzen. En daarvoor hebben we dan ook gepaste maatregelen die we gaan voorbereiden en uitvoeren. De president heeft tijdens het persmoment ook gesproken over het stabiliseren van de koers. De factoren die de stijging veroorzaken zullen worden bekeken. Voor het eind van de maand zal het staatshoofd met een pakket van maatregelen komen die integraal geïmplementeerd moeten worden om de koers te stabiliseren.